ik wil jullie trouwens een beetje een sneak peek geven voor de video van zondag. Hey guys, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 2 april. En vandaag is een hele leuke dag. Ik zal jullie heel kort een beetje vertellen wat ik ga doen. Vanmiddag ga ik naar Jill toe. Daar ga ik lekker afspreken met haar. We gaan lekker even lunchen en wat winkelen. En vanavond, waar ik echt ontzettend blij mee ben, is dat Mitchell thuis komt. Alleen één ding. Wacht, ik ga even weg in mijn kantoor. Hier staat het helemaal leeg, namelijk omdat er is geverfd. Maar het galmt zo. Ik ga even naar mijn slaapkamer toe. Wat ik er zo rot vind, is dat Mitchell in Colombia zat eigenlijk. Hij zit nu in het vliegtuig. Is dat er heel veel tijdsverschil was. Dus ongeveer rond 5:30 hier Nederlandse tijd, in de ochtend dan eigenlijk, was het bij hem 11:00 s'avonds en ging hij vliegen. En ik probeerde wakker te blijven en ik heb gezegd bel me. En hij heeft me 3 keer gebeld, maar ik ben niet wakker geworden helaas. Dus ik heb hem helemaal niet gesproken voordat hij het vliegtuig inging. En daar heb ik oprecht buikpijn van. Dus dat vind ik een beetje vervelend. En voor de mensen die het niet wisten, hij is 1,5 week op zakenreis geweest in Bogota, Colombia. Dus hij komt vanavond weer thuis. Maar wat ik nu in de ochtend even ga doen, is zoals ik al zei, mijn kantoor is geverfd. Dus dat is eigenlijk een beetje leeg. Alleen maar mijn bureau staat er omdat hier zeg maar op gewerkt werd. Maar verder is het super mooi geverfd. Daar ben ik zo blij mee. Maar wat ik dus eventjes moet doen, is mijn kantoor weer inrichten. Batterij. En ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik het ingedeeld, wil hebben hier. Want ik had het op een bepaalde manier en daar was ik niet helemaal blij mee. Dus ik moet even kijken. Hoe ik dit wil indelen. En zodra ik alles een beetje erin heb gezet, dan laat ik het wel weer eventjes zien. Maar ik ben van plan om echt een kantoortour op te nemen zodra die wat meer af is. Dus zodra ik er een beetje tevreden mee ben. Dat was ik niet. Dus als ik het terugzet, ben ik het ook nog niet. Maar dat komt omdat ik gewoon nog spullen moet kopen. Zondag komt er een tour online van mijn kleedkamer. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, die staat online. Afgelopen zondag is dat voor jullie. Dus zeker even kijken. Staat ook in de beschrijving het linkje. Oh. Ik ben zo'n dramawijf, hè. Ik loop hier te huilen, omdat ik, komt er zondag, voor jullie is het afgelopen zondag, voor mij nog niet. Komt er zondag de video van mijn kantoor, Voor mij aankomende zondag, voor jullie afgelopen zondag, komt dus mijn kleedkamertour. En daarin vertel ik ook over de verhuizingsvlog. Dus ik heb zeg maar toen we gingen verhuizen hier naartoe, 5 maanden geleden, helemaal gefilmd hoe het proces is gegaan. Het hele huis laten zien kaal, ons vorige huis laten zien. En die heb ik even gelinkt nu onder de video. En toen dacht ik, nou laat ik hem even kijken. En ik heb echt 2 of 3 keer lopen huilen in die video zelf. Dus nu loop ik ook alleen maar te huilen. Ik ben gewoon een beetje een emotioneel persoontje. En dat huis in Alkmaar, daar hebben we gewoon samen gewoond. 2 jaar lang. Heel veel dingen gebeurd, heel veel dingen meegemaakt. De kat gekregen. Nou, het klinkt allemaal heel dom, maar ik ben gewoon best wel emotioneel met dat soort dingetjes. Dus ja, ik kan blijkbaar nog steeds niet de verhuizingsvlog terugkijken zonder te janken. Dus Jamie. Ja, dit is dan zeg maar mijn bureau. Bureau, hoorde je dat? Wauw. En hier zit even een beetje mijn kast met dit allemaal als troep. En dit wil ik een keer leuk gaan neerzetten. Maar hoe? Daar moet ik nog gewoon een keertje naar kijken. Ik heb namelijk een soort van gaasbord. En dat gaasbord komt van de Gamma. En Whitney de Pet. Dus Whitney de Pet. We hebben gisteren cocktails gedronken. En we gingen bij mij even omkleden of in ieder geval klaarmaken of zo. En dan is ze de pet vergeten. Maar ik wil hem misschien eigenlijk gewoon hier zo tegen de muur op mijn bureau zetten. Zo even kijken hoe dat eruit ziet. Ja, op zich is het wel leuk. Oké, ik heb trouwens gedoucht en me aangekleed. En ik heb iets heel simpels aan, maar ik hou daar gewoon echt het meeste van. Even kijken hoor, ik heb niet mijn haar gewassen, want dat had ik gisteren gedaan. Ik heb een kettingje om van Lana Sieraden, heel mooi. Ja, rondje. Dan heb ik een crop topje aan die wat langer is van Stravadarius. Stravadarius of zo, ik weet niet. Ik vind de winkel zelf niet zo heel erg leuk, moet ik zeggen. Maar dit topje en hun basics zijn wel heel erg fijn, dus vandaar. En deze high-waist broek van de H&M. En ik weet nog niet wat voor schoenen ik aan ga doen, daar moet ik nog even voor kijken. En ik bedenk me net dat ik eigenlijk nog moet ontbijten.
Maar ja, ik ga lunchen met Jill. Ik heb geen zin om te ontbijten. Het is al best wel laat namelijk. Ik ga nu eventjes naar de Ethos. Want ik wil nooit met lege handen aankomen. Oeh, als ik bij iemand langs ga. Dus ik ga even iets voor herhalen. Oké, ik wilde net weggaan. Maar er komt net een pakketje binnen. Dus die ga ik even snel uitpakken. Het zijn denk ik schoenen die ik heb besteld. Het is van een webshop Public Desire. Maar moet je kijken hoe die doos eruit ziet trouwens. En ik heb deze schoenen gewoon zelf betaald en zo. Hoor. Het is geen spon of zo. Maar het zijn een soort van beige creepers. Wat? Ik vind ze heel tof. Maar de website is dus echt Public Desire. Kijk of je het kan lezen. En dan kan je gewoon zoeken op creeper. En dan komen deze schoenen eruit. Ze lijken groot, man. Ik heb maat 40. Ik heb geen tijd om ze te passen. Dus dat doe ik vanavond als ik weer thuis ben. En inmiddels zit ik met Jill in de auto. Hallo. Hallo. We gaan nu naar loods 5. En dan ga ik voor de eerste keer van mijn leven heen. Dus ik ben heel erg benieuwd. En Jill zei al, er gaat een hele wereld voor je open. Dus ik ben echt benieuwd. Ja. Oh god, je weet nog niet wat je mee gaat maken. Nou. Maar ik heb er nog nooit geluncht. Oh, je kan daar ook lunchen? Ja. Oh, nou leuk. Oké, we zijn nu een tijdje in loods 5. En nu gaan we even wat eten. Oké, nu hebben we koffie en ik heb thee. Een appeltaartje. En dan komt zometeen ons eten nog. Als dit dingetje afgaat, kunnen we ons eten op gaan halen. Oké, we hebben net eventjes lekker gegeten. En best wel lang nalopen kletsen. Best wel lang. En het is inmiddels 3:30. Ja. Ons ontbijt was het. Ja, dat is wel heel erg raar. Ja, oké, heel lang. Hey, hier is een losse. Oh ja. We zagen er net één en het leek net of die los was, maar die zat echt aan een hele grote schaal vast of zo. Oeh, ik dacht best leuk, 95 euro. Doe maar niet. Doe maar niet. Nee, bedankt. Maar ja, zoals jullie merken zijn we weer aan het kijken, aan het winkelen weer. Het is echt, hou maar niet op hoeveel ruimte hier ook is, hoeveel daar spullen. Daar heb je van die lichtgevende letters. Goed voor jou. Dat kun je niet zien, daar, yeah. Okay, dan wil ik de A hebben. Nou, inmiddels hebben we al best wel een paar dingetjes, maar dit zijn van ons allemaal samen. Ja. Het is misschien net niet genoeg voor een shoplog. Maar nu kom je bij het ergste gedeelte. Ja? Ja. Nou, we zijn nu weer thuis bij Jill en Milan. En nu hebben we eten besteld. En het komt over 5 minuten. Vet snel. Vreselijk, ja. We hebben helemaal nog geen honger. Alleen Milan heeft honger. Ja. Het is 6:30. We hebben veel te veel geluncht. Ja, ik heb niet eens opgekregen. Maar wat we nu aan het doen zijn, want Jill en Milan gaan verhuizen. Dus hebben we nu een, website? Floor planner. En dan kan je zeg maar je plattegrond inladen en nu zijn we het aan het indelen. Waar, aan welke kant zit die hoek nou? Deze kant. Oké, dus daar moet ook nog die hoek. Ja. En hoe toevallig dat ik vanmorgen dus mijn verhuisvlog heb gekeken. Ja. Met het verhuizen en doen. Ik wil eigenlijk helemaal niet verhuizen. Ik wil gewoon dat ik met mijn vingers knip en dat het is gedaan. Dat je erin zit. En de spullen die ik trouwens heb gekocht, die zal ik eventjes later laten zien, want die heb ik in de auto gelaten. Oké, we hebben net eten binnengekregen en nu gaan we aan het eten. Hoe is je barbecue chicken? Lekker. Lekker. Ach, super lekker. Hoi, ik ben Milan, aangenaam. Hoi Milan. Dan ben je nog niet gefilmd, toch? Nee. Nee, dus hallo. Hallo. Hoi. En Milan eet voor het eerst kousenband. Ja, kousenband met garnalen. Ja. Best wel lekker hoor. Goeie tip van je. Thanks. Dankjewel. En ik heb zoals altijd Souto en Telo en bakkeljauw. Dat is mijn camera. Pip. Dat is mijn camera. Snoertje. Dankjewel. Nu. En trouwens, ongeveer 2 uurtjes geleden is Mitchell geland in Londen. Dus dat is heel erg leuk. Had ik hem even weer gesproken. En over ongeveer 10 minuutjes gaat hij weer vliegen naar Amsterdam toe. En om 8:15 komt hij weer aan. Het is nu bijna 7:00, dus ik kan niet wachten. En ik heb mijn jas weer aan, tas om, sjaal om. Want ik ga nu richting Schiphol om Mitchell op te halen. Ik ga even afscheid nemen en dan zie ik jullie zo meteen op Schiphol. Oké, ik ben op Schiphol. Oké, Mitchell is aan het wachten op zijn koffer. En op een gegeven moment stond er, ja, alle koffers zijn op de band gelegd. Of alles is gelost, om het zo even te zeggen. En hij heeft zijn koffer nog steeds niet. Dus nu is hij naar een of andere balie gegaan om te vragen waar zijn koffer zou kunnen zijn. Dus het duurt al super lang. Zeg, fucking rot. Het zou echt zo erg zijn als zijn koffer is achtergebleven. Een tussenstop gehad in Londen. Dus van Colombia vlogen naar Londen en van Londen naar Amsterdam. Maar als zijn koffer echt weg is, waar zal zijn koffer dan zijn? Super apart. En ik ga nu maar gewoon eventjes een beetje, ja, rondjes lopen. Even naar de H&M, zoals altijd. Oké, zijn koffer is terecht. Die zit nog in een vliegtuig die nog aan het vliegen is. En over 1/2 uur, dan landt dat vliegtuig pas. En daarna gaan ze natuurlijk weer de bagage eruit halen. En daarna krijgt Mitchell pas zijn koffer. Gezien ik toch moet wachten op Mitchell, ben ik nu even in America Today. En ik draag nu een, roze regenjas. En ik vind hem heel erg leuk. Maar alleen deze kleur is alleen nog maar een L. Dus ik ga nu even een ander kleurtje de M passen. Kijken hoe die eruit ziet. En ondertussen stuur ik het naar Mitchell. Daar is Mitchell weer. Yay!
En inmiddels zijn we weer thuis. En ik zal trouwens morgen eventjes gewoon laten zien wat ik heb gekocht. Wat ik wel nu aan heb zijn mijn nieuwe schoenen. Maar ik vind ze niet zo heel erg leuk eigenlijk. Ik zal ze even laten zien. Ik vind ze wel heel erg tof. Maar voor mijn gevoel lijken ze gewoon heel erg groot. Het is inmiddels weer wat later jongens. En het is 11:45 en we gaan nu naar bed toe. Ik ben trouwens benieuwd hoe jij gaat slapen met je jetlag. Want voor Mitchell's gevoel is het nu eigenlijk een beetje middag. En hij is natuurlijk super moe van de reis. Maar dat heb je altijd met een jetlag. En dan word je gewoon midden in de nacht wakker. En dan ben je klaar wakker. Maar ja, wij gaan nu dus naar boven. Ik hoop heel erg dat jullie de vlog tot nu toe leuk vinden. En morgen zie ik jullie weer. Dus tot morgen. Goedemorgen guys. Ik zie er niet echt uit. Ik heb mijn ochtendjas aangedaan en ik lig weer in bed. Maar ik ben het gelukkigste meisje ever. Want Mitchell, die is naast me wakker geworden. Vandaag is het dus zondag. En ik ga jullie zo meteen laten zien wat ik dus heb gekocht in Lotus 5. En we gaan zo meteen eventjes een beetje ontbijten, maar een beetje licht ontbijten. Want een vriend van mij komt vanmiddag langs en dan gaan we een beetje mee lunchen. En dan ga ik echt wel wat uitgebreidere lunch maken. Oké, ik ga jullie even laten zien wat ik gekocht heb gisteren. Het zit allemaal in deze tas en ik heb dit ding ook nog. Allereerst heb ik een vet grote snijplank. Of in ieder geval, ik ga hem niet gebruiken als snijplank hoor. En deze had ik al gezien bij Jill. En deze was €23. En dat vind ik echt best wel een goede prijs. Want in Lotus 5 zijn zoveel dingen zo duur. Oké, dan ga ik naar een map van ja, de wereld eigenlijk. Een poster dus. Map, ja, een poster. En deze is €16,95. En die ga ik in mijn kantoor ophangen. En ik kan niet wachten tot ik die ga ophangen. Dan heb ik ook nog dit gekocht. En dat is een verjaardagskalender. Maar ik zal hem even een beetje van binnen laten zien. En dan vind ik hem gewoon heel erg leuk. Ik weet niet, ik wil deze ook gewoon in mijn kantoor ophangen. Want eigenlijk moet ik iedere keer op Facebook lezen wanneer mensen jarig zijn. En onthoud ik het niet meer. Vroeger onthield ik dat soort dingen nog wel. Dus ja, wil ik het eigenlijk gewoon gaan opschrijven. En ik ben altijd benieuwd wat er bij mijn maand is. Easy come, easy go. Ik ben 4 november jarig, dus hier kan ik mijn eigen naam bij zetten al. Oh, en deze was €8,95. Oh ja, dan heb ik op aanraden van Jill ook geurstokjes gekocht hier zo. En deze zijn ook maar €5 volgens mij. Ja, deze zijn maar €5. En ik heb de geur Lotus Lily. Dit heb ik voor mijn opa gekocht. Dit is namelijk een soort van, ja, DIY drank maken. En als je hier drank bij gooit, dan ja, heb je je eigen liqueur gemaakt. Dus het is een beetje een DIY drank maken. En dit was €11,95. En ja, hier zit zo te zien vanille in, koffieboontjes, suiker. En dan moet je hier zelf je jenever aan toevoegen. En ja, mijn opa die maakt zelf wel eens drank en liqueurtjes en bier volgens mij. Dus dan vindt hij dit waarschijnlijk wel heel erg leuk. En van hetzelfde merk als die kalender en de wereldposter heb ik ook twee leuke... Heb ik ook twee leuke, ja, kaartjes zijn het eigenlijk, maar die ga ik niet versturen. Maar die ga ik dus op dat rooster hangen in mijn kantoor. En dit is zo'n bolkaars en die is €3 per kaars. En ik vind die wel leuk bij ons interieur passen. Het is een beetje beige. Dus we hebben altijd wit, bruin, beige. En ja, dat staat er wel goed bij. En dit is precies dezelfde. En dit is het laatste wat ik heb gekocht, maar hier twijfelde ik een beetje over. Dit is zo'n, ja, boxje wat je nu wel heel vaak ziet. Wat ik wel leuk vond is om bijvoorbeeld dit kaarsje erin te doen. Maar omdat hij zwart is, past hij misschien wat minder goed bij ons interieur. Misschien past hij juist heel goed op mijn kantoor of zo hoor. Maar ja, hier zo in de woonkamer vind ik hem misschien een beetje te zwart. Dus ja, hier twijfel ik een beetje over. Dus ik heb er ook maar gewoon eentje meegenomen. En deze is €12,50. En Jill die heeft natuurlijk ook dingetjes gekocht. En die laat ze zeer waarschijnlijk zien in haar vlog. Dus als je benieuwd bent naar de spulletjes die Jill heeft gekocht. Of überhaupt naar haar kanaal, mocht je haar niet kennen. Wat ik niet denk. Maar dan moet je gewoon even kijken. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. En ja, nu moeten Mitchell en ik een beetje opruimen. Want we krijgen dus over een uurtje of zo, of twee. Nee, over 1 uur al bezoek. Dus ik moet even opschieten. Ja. Ik kom net uit Valencia toch? Jij komt uit Colombia, maar ik... En inmiddels is Adam weer weg. En we gaan nu eventjes de auto pakken. We staan daar toch? Of ben ik nou raar aan het doen? Jawel. Maar we gaan nu heel eventjes naar Weesp. Want daar hebben we een restaurantje waar we heel veel nasi gaan halen voor mijn schoonmoeder. Want die heeft er zin in. En nu zijn we bij de Maxis. En dit is echt een beetje jeugdsentiment van mij. Ik kwam hier vroeger namelijk ontzettend vaak. En ik heb ook op een... ja, er zijn verschillende winkels voor de mensen die het niet kennen. Gewoon een soort van winkelcentrum. En dat heet de Maxis. En ja, in een winkel die er niet meer is, heb ik vroeger gewerkt. Dat was mijn eerste baantje. Even heel snel, guys. We zijn Ajax aan het kijken. Maar mijn schoonouders zijn inmiddels. En ze hebben de blonde meegenomen van vorige keer. En eten
Het is inmiddels 10:50 en wij gaan slapen. Ik hoop erg dat je de vlog leuk vond. Oh, ik wil je trouwens een beetje een sneak peek geven voor de video van zondag. Zoals jullie misschien wel kunnen zien, ja, deze is een beetje groot. Zijn dit heel veel patches. Hierachter zit sushi, zo leuk. Donuts. Het is een DIY video die te maken heeft met patches. Dus als je die video niet wil missen, moet je even abonneren. Dus nu ga ik lekker naar boven, lekker naar bed toe om morgen weer werken. Maar dat was dus de vlog van dit weekend. Het was ontzettend leuk. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Mocht je mijn vorige vlog of vorige video niet hebben gezien, staat altijd in de beschrijving. En ja, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, liken en reageren. Tot zondag. Doeg! Everything is it, everything is it, everything is it.